Van harte welkom bij deze viering. Ik ben blij dat u er bent. We kunnen elkaar dan niet fysiek ontmoeten, maar op deze manier kunnen we toch met elkaar spreken, samen zingen, uit de Bijbel lezen en ook samen bidden. Zoals u misschien heeft gezien, staat hier de paaskaars. Die staat meestal voor in een kerk en die branden we ook altijd in de vieringen als teken van het licht van Christus in ons midden. Dit is al een hele oude paaskaars, die komt uit 2015, dus die gaat al 5 jaar mee. En u ziet hier ook de letters, de Alpha en de Omega, als teken dat God het begin en het einde is, dat hij altijd met ons is. Hij is er van A tot Z, zeggen we wel eens, en in mooie en in moeilijke momenten. En u ziet hier de duif, als teken van de Heilige Geest die in ons is om ons ook kracht te geven, ook vandaag. Ik zal de paaskaars aansteken als teken van God die met ons meegaat. Nou, u ziet dat de paaskaars brandt en zo mogen we elkaar ook welkom heten. En dat doen we in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik denk dat het mooi is om samen liederen te zingen of daarnaar te luisteren. Het eerste lied dat we gaan beluisteren, of als u dat mee wilt zingen, kan dat ook, is Dank u voor deze nieuwe mooie morgen. Dat is een mooi lied om mee te beginnen. Dank u voor deze nieuwe morgen, dank u voor elke nieuwe dag. En zo is het goed om God te danken voor de dingen die we ontvangen in ons leven. Voor liefdevolle mensen om ons heen, voor zorg die we ontvangen. Eigenlijk voor het leven van alle dag. Aan het begin van een viering of van een kerkdienst mogen we elkaar ook bemoedigen. En dat doen we in een kerk altijd met hele oude woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. En we groeten elkaar ook, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. U heeft gezien dat de paaskaars brandt achter mij en daaromheen heb ik kleine kaarsjes neergezet. En die kleine kaarsjes kunnen we samen branden voor mensen voor wie wij willen bidden. Misschien bent u dat wel gewend om voor mensen te bidden, bijvoorbeeld als u naar bed gaat 's avonds. En soms steken we dan ook een kaarsje aan, thuis of in de kerk.
Dus ik dacht, ik neem kaarsjes mee, kunnen we voor mensen bidden? En misschien is het goed om voor uzelf te bedenken, voor wie zou u willen bidden vandaag? Ik zal voor u kaarsjes aansteken en we bidden voor ons allemaal zoals we elkaar nu ontmoeten en samen zijn. Ik denk dat het ook goed is om samen een kaarsje te branden voor mensen die ziek zijn. Voor mensen die voor de zieken zorgen. Voor familie, voor naasten, voor zorgmedewerkers en artsen. Voor ieder die zich voor zieken inzet. En tenslotte het laatste kaarsje zal ik voor u aansteken en dan bidden we voor vrede op aarde. Nou, de kleine kaarsjes branden hier en dat zijn eigenlijk onze gebeden aan God. En dan bidden wij om licht in de wereld en licht in ons eigen leven. En dat doen we ook zingend en dan zingen we Kyrie Eleison, Heer ontferm u over ons.
We lezen vandaag ook een stukje uit de Bijbel. En misschien heeft u wel een Bijbel thuis. Ik heb een Bijbel meegenomen, daar zal ik zo dadelijk een gedeelte uit lezen met u. En voor we dat doen, mogen we samen bidden en dan bidden we om Gods Heilige Geest. Goede God, wilt u met ons zijn nu wij hier elkaar ontmoeten? Wilt u ons een goed samen zijn geven, al zijn we op afstand van elkaar, maar toch verbonden? Wilt u ons uw geest schenken als wij de Bijbel gaan openen en daar het lezen, dat wij daar het kracht ontvangen voor ons leven van iedere dag, ons leven van vandaag? Wees met ons en met ieder die ons dierbaar is en kom zo met uw Heilige Geest. Dat bidden wij door Jezus Christus onze Heer. Amen. Ik lees met u een gedeelte uit de Bijbel en die heb ik meegenomen. En dat is het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Misschien kent u dat. Ik zal het aan u voorlezen. Dat gaat zo. Een wetsleraar wilde laten zien dat hij de wet beter kende dan Jezus. Daarom vroeg hij, wie is mijn medemens dan? Toen vertelde Jezus een verhaal. Hij zei, een man reisde van Jeruzalem naar Jericho, maar onderweg werd hij door rovers overvallen. Ze pakten alles van hem af, ook zijn kleren. Ze sloegen hem half dood en lieten hem liggen. Toevallig kwam er een priester langs. Hij zag de man wel liggen, maar hij liep hem voorbij aan de overkant van de weg. Toen er even later een hulppriester langskwam, gebeurde hetzelfde. Hij zag de man wel liggen, maar hij liep hem voorbij aan de overkant van de weg. Toen kwam er een vreemdeling langs, een Samaritaan. Hij zag de man liggen en kreeg medelijden. Daarom ging hij naar hem toe. Hij verzorgde de wonden van de man met olie en wijn en hij deed er verband om. Toen zette hij de man op zijn eigen ezel en bracht hem naar een herberg. Daar zorgde hij voor hem. De volgende dag gaf de Samaritaan geld aan de eigenaar van de herberg en zei, zorg goed voor de man. Als het je meer geld kost, krijg je dat van mij op mijn terugreis. Toen vroeg Jezus, wat denk je? Wie was de medemens van de man die overvallen werd? De priester, de hulppriester of de Samaritaan? De wetsleraar antwoordde, de Samaritaan, want die was goed voor de gewonde man. Toen zei Jezus, doe dan voortaan net als die Samaritaan. Tot zover de lezing. Ik zal er zo dadelijk nog iets over vertellen, maar we zingen eerst nog een lied of we gaan daarnaar luisteren. En dat is het lied Veilig in Jezus' Armen. Thank you.
We hebben zojuist het verhaal gelezen van de barmhartige Samaritaan. En dat is het verhaal dat Jezus vertelt van een man die is op weg. En onderweg wordt hij overvallen. En de overvallers laten hem eigenlijk half dood liggen aan de kant van de weg. Gelukkig komen er mensen langs en eerst een priester, maar die loopt met een boog om hem heen. Daarna komt er een hulppriester en dan gebeurt er eigenlijk hetzelfde. Hij ziet de man wel liggen, maar hij helpt hem niet. Nou, wat vindt u daarvan? Daarna komt er een Samaritaan, eigenlijk een vreemdeling. En wat denkt u dat hij doet? Hij gaat naar de man toe en helpt hem. Eigenlijk degene van wie je het minst zou verwachten, die gaat naar de man toe en helpt hem. Hij neemt hem mee en brengt hem naar een herberg om verzorgd te worden. Ik weet niet of u het een mooi verhaal vindt. Ik zelf vind het een heel mooi en indrukwekkend verhaal. En heel veel schilders vonden dat ook. Onder andere de schilder die dit heeft gemaakt. Misschien weet u wie dit gemaakt heeft. Dit is geschilderd door Vincent van Gogh. En u ziet hier de barmhartige Samaritaan die de gewonde man helpt. En hij zet hem op zijn paard of op zijn ezel en brengt hem naar de herberg om verzorgd te worden. Dat is een bijzonder verhaal van de barmhartige Samaritaan. En Jezus vertelt dat om ons ook op te roepen om net als die Samaritaan te doen. Om te zien naar elkaar, om je leven te delen met elkaar. Niet te leven voor jezelf, maar samen. En soms zijn we dus die Samaritaan en worden we opgeroepen om elkaar te helpen. Maar soms zijn we ook die gewonde man. Dan zijn we zelf ziek. Of zijn we verdrietig en hebben we hulp nodig. En dan zijn we maar al te blij dat er mensen zijn die ons komen helpen. Nou, in de situatie waarin we nu leven, zijn we misschien wel heel hulpbehoevend, omdat we ouder worden, of omdat we eenzaam zijn, of omdat we ziek zijn. Er zijn er altijd mensen, en nu ook zeker, die ziek zijn en die hulp nodig hebben. Van artsen, van verpleegkundigen en zorgmedewerkers, maar eigenlijk van ieder. En dat is eigenlijk het mooie van dit verhaal, dat we naar elkaar omzien. Dat we liefde krijgen van God. En dat niet delen, niet voor onszelf houden, maar juist delen met elkaar. Dat is bijzonder, hè? Zullen we samen ons geloof belijden? En als u dat kent, kunt u dat meezeggen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. We zingen of luisteren naar een lied wat de toekomst brengen mogen. Slechts.
Zullen we samen bidden? Trouwe God, wij danken u dat u ons ziet, dat u met ons bent, onze barmhartige God. En zo bidden wij u, wees met allen die in nood zijn, alle mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld. Laat er barmhartigheid zijn in deze wereld, dat mensen elkaar niet naar het leven staan, maar naar elkaar omzien. God, wij bidden voor ieder die ziek is, in het bijzonder in de huidige wereld, mensen die getroffen zijn door het coronavirus. Wilt u hen genezen, wilt u met hen zijn, wilt u hen ook kracht geven, alle die om hen heen staan. Wij bidden voor alle die zorg verlenen op zoveel verschillende manieren. Wilt u hen sterken en daarvoor ook de kracht en de middelen geven. Wij bidden voor alle mensen die verdriet hebben omdat ze iemand missen. Wilt u hen troosten en dat er ook mensen om hen heen mogen zijn met hun liefde. Wij bidden u, wees ook met onszelf. U weet wat er in ons omgaat. Misschien hebben we wel zorgen, misschien hebben we wel verdriet omdat we iemand missen. Misschien zijn we wel heel vreugdevol en dankbaar. Wij brengen het alles bij u in het vertrouwen dat u ons hoort. En hoor ons zo wanneer wij in stilte bidden. En God, zo komen wij tot u met onze gebeden en bidden wij samen het gebed dat wij leerden van Jezus, uw Zoon, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We luisteren naar het lied O reinste der schepselen.
We zijn aan het einde gekomen bijna van deze viering. En we hebben het gehad over de barmhartige Samaritaan. En zo mogen we aan het einde van deze viering nog bidden om Gods zegen. Dat betekent dat we bidden dat God ons vervult van zijn liefde. En dat we dat, net als die Samaritaan, weer delen met ieder die op ons pad komt. Zullen we bidden om Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Zo zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Bedankt voor uw aanwezigheid en we luisteren nog naar één lied. Ga met God en Hij zal met je zijn.